Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe Party Gamers Live hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Het heeft ongeveer 2 weken geduurd voordat ik weer een nieuwe aflevering online heb geplaatst. Maar vandaag is het zover. We zijn vandaag aangebroken bij aflevering 24. En elke keer als we 750 duimpjes mogen op deze aflevering kunnen krijgen, dan upload ik natuurlijk weer binnen 5 dagen een nieuw deel. Het heeft nu heel eventjes wat langer geduurd en het kwam omdat ik andere ideeën had. Ik was natuurlijk met die Facecam Live Challenges begonnen. En ik dacht, nou ja, iedereen vraagt erom. Iedereen die wil weer een keertje een Party Gamers Live zien. Dus daarom upload ik dit deel voor jullie. We spelen natuurlijk gewoon weer live, want daarom heet het ook Party Gamers Live. En we spelen vandaag Gun Game op de map Mirrors. Best wel een lekkere map om op te spelen. En helemaal Gun Game om op te spelen. Want de spawns die zijn hier altijd heel erg makkelijk te onthouden. En jij staat hier kaart te campen. Maar dat vind ik niet zo leuk. Dus ik kill die ook nog een keertje. Hij zit nu meteen te schreeuwen dat ik hem heb gekilled. Sorry jongen. Maar ik moet je wel killen. Want anders kan ik het game niet winnen. Dat is meteen ook mijn eerste potje van de dag. Maar ik praat altijd over onderwerpen in deze serie. Dus dat ga ik vandaag ook weer doen. Want ik wil het vandaag even snel hebben over mobiele telefoons. Want zoals jullie weten heb ik zelf gewoon een koelkasttelefoon. Ik heb gewoon nog normale belminuten. Ik heb geen abonnement of zo. En nu hebben laatst mijn broers, alle twee, want ze zijn natuurlijk een tweelingbroer, hebben alle twee een mobiele telefoon gekocht. Gewoon een abonnementje erbij van gratis internet, weet je wel, onbeperkt internet. SMS'en en nog eens gewoon beltelefoonminuten. En ik dacht, nou dat wil ik ook wel gaan kopen. Dus ik denk dat ik morgen zelf ook gewoon een mobieltje ga kopen. En ik denk dat ik een Samsung Galaxy S ga kopen. Met abonnementen bij natuurlijk. En dan ben ik eindelijk ook van het gezeik af dat ik een keertje niet mobiel bereikbaar ben. Want ik denk dat ik een van de weinigen ben die gewoon nog steeds geen normaal mobiel heeft waar die alles mee kan doen. Ik kan natuurlijk op mijn koelkast mobiel eigenlijk alleen maar sms'en, een beetje bellen en meer kan ik ook niet doen. En dankjewel voor de wallbang, jongen. En ik zelf zit al heel lang te twijfelen, zal ik mobiel kopen, want het kost best wel veel, weet je wel. Je moet natuurlijk per maand moet je een bepaald bedrag betalen. Na 9 maanden is dat ene kortingje dat je dan had is weer afgelopen, dus dan moet je weer meer gaan betalen. Dus ik zelf zat best wel lang te twijfelen en mijn moeder is ook zo'n persoon die er echt gewoon niet houdt van technologie. Dus zij zegt altijd van, ja, je hebt helemaal geen mobiel nodig, wat heb je nou aan een mobiel, wat heb je daar nou aan? En zij doet alles gewoon nog via de post, ze doet alles gewoon nog via de e-mail zelfs. Ze weet alleen hoe de computer aan moet, ze weet hoe ze de e-mail moet opstarten, meer weet ze ook niet. Dus ik denk dat ik zelf nu ook gewoon eindelijk een mobieltje ga kopen, ook gewoon, dan kan ik wat twitteren, kan ik wat meer dingen doen, kan ik ook gewoon bereikbaar zijn. Want dat is eigenlijk het doel, denk ik, van mobiele telefoons. En ik begin er dus een beetje in te komen, dus voor de mensen die wilden weten wat voor mobiel ik heb dus op dit moment een koelkastmobiel. En dat is die vraag denk ik wel gewoon goed mee beantwoord. En we spelen op het moment dus Gun Game, ik ben best wel lekker aan het spelen, ik ben alweer bij de small bereikt. En ik speel best wel lekker. Het is natuurlijk Mirrors. Dus ik zei net aan het begin al. Je kan de spans heel makkelijk controleren. Dus dat ben ik nu gewoon aan het doen. Ik ben een beetje in die spans aan het lopen. En jij zit daar kaart te campen. En je krijgt bam. Een fucking small in je pisvlek. Hij stond daar bovenop te campen. Ik schiet die small. En hij komt letterlijk recht in zijn pisvlek. Ik zweer ik. Die was best wel mooi die small. Al vond hij hem niet zo mooi. Want hij kreeg hem gewoon in zijn pisvlek. In zijn balzak kreeg hij hem ook wel. Dus hij vond hem zelf niet zo mooi. Maar ik zelf vond hem wel mooi. Dus je snapt wat ik bedoel. Dankjewel voor de stuk, jongen. Kut, ik had hem gestukt. Word ik de killstealed. Nee, tieten. Ik wil altijd afgeleid bij die crossbow bij die ballistic knife. En dan ga ik altijd slecht. Altijd die laatste twee wapens ga je altijd slecht. Dat kost altijd in plaats van 2 minuten dat je zo'n potje wint, duurt het in één keer 20.000 minuten. Omdat die ballistic knife krijg ik nooit een kill mee. Met die crossbow krijg ik de helft van de tijd nooit een kill mee. Dat is altijd een beetje bagger. Maar hoppatee, ik heb de kill. Eindscore is 20-2. Jongens, als jullie nou meer Party Gamers Live willen zien op mijn kanaal met een leuk onderwerpje eronder, laat het dan weten in de reacties. Of laat het weten door een duimpje omhoog. Want dat is 750 duimpjes omhoog op deze aflevering. Ga ik natuurlijk weer een keer een andere Party Gamers Live spelen. Misschien is het volgende keer weer Sticks and Stones. En als we 1000 likes kunnen krijgen op deze aflevering, dan ga ik de volgende Party Gamers Live deed het met een facecam erbij doen. Dus mochten jullie een facecam hierbij willen zien, laat het dan weten door middel van een duimpje omhoog. Want bij 1000 duimpjes omhoog ga ik dus facecam erbij doen. Jongens, allemaal bedankt voor het kijken naar dit Party Gamers Live hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. En tot de volgende keer. Bye bye.